Hallo daar ben ik weer. Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 1. Maar we gaan het spelen in Rollercoaster Tycoon 2. Misschien, als je de serie hebt gevolgd, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Maar we gaan dus de level spelen van Rollercoaster Tycoon 1, ja, in deel 2. Het is eigenlijk heel simpel. En de vierde level is Diamond Heights. En die gaan we dus nu dit keer doen. En wat hebben wij nodig? To achieve a park value at least 200.000 at the end of oktober jaar 3. We moeten dus een park rating krijgen. Of zeg maar dat de waarde van het park rond de $200.000 is. Dat is echt heel veel. Dus wat ik nou ga doen is gewoon even wat dingetjes verhogen qua prijs. We moeten dus ook wat dingen gaan bouwen. Want we moeten dit park dus omzetten naar iets beters. We moeten het gewoon beter maken. Ik ga sowieso meer staf aannemen. Want er ligt natuurlijk alweer kots hier. Hier en daar ligt kots. Vooral bij de achtbanen. Misschien moet er een wc'tje komen, zie ik nu. Dat is gewoon het eerste wat ik denk. Dus ik ga zo even hier een wc'tje plaatsen. Misschien op deze kant. Dit is ook de eerste wc die ik gewoon plaats in het park. Dat is toch niet normaal? Ja, gewoon de eerste wc. Er staat gewoon helemaal geen wc in dit park. Ik kan gewoon niet zeiken. Huppakee. Ik heb trouwens gemerkt dat ik nu, omdat ik met Rollercoaster 3 heel veel speel, kan je met de Z-toets, kan je je objecten draaien. Maar dat kan dus ook in dit deel. Dat is toch, ja, dat is wel, nou, dat vind ik wel makkelijk. Dus ik ga nu een informatiekiosk plaatsen. En dan gaan wij ook de umbrella gewoon wat duurder maken, zodat we meer geld verdienen. Waardoor we dus meer dingen kunnen kopen. En de parkmap wordt een eurotje. Daar verdienen we dan, of $1 gezien. Dus daar verdien ik dan 90 cent aan. En 10 cent gaat naar, weet ik veel, de gemeente of zo. Ik weet het echt niet. Het is trouwens echt een schattig achtbaantje. Het is een heel klein rupsje. Van 4 breed. En het is, ja, het is gewoon door de makers van het spel is dit zo gedaan. En dat is eigenlijk best wel netjes. Hier moet ook een toilet. Want ik zie dat hier ook mensen uitkomen. Helemaal misselijk. Huppakee. En dan plaats ik hier ook gelijk een bankje. Zo beginnen wij gelijk het spel een beetje goed. Ik plaats nog meer bankjes. En trouwens het uitzicht mag natuurlijk hier best wel bijkomen. We gaan natuurlijk wat andere mensen aannemen. Wat monteurs. Die laat ik gewoon maar vrij rondlopen. En een paar van die schoonmaakmensen. Zitten er ook entertainers? Nee, er is niet eens een entertainer in het park. Dus sowieso ga ik er eentje aannemen. En die gaan we een pad geven hier bij het begin van het park. Zo, daar loopt hij. Hij gaat gewoon de mensen een beetje verwelkomen die binnenkomen. Nou, dat is allemaal heel goed. Vind ik een goed idee. Het zonnetje schijnt trouwens aan de zijkant. Zien jullie mijn prachtige huid zo vanaf de zijkant zo helemaal glinsteren. En het gaat regenen, dat is mooi. Want dan ga ik snel een andere informatiekiosk plaatsen op een logische hoek. Ik denk dat ik hem daar ga doen. En die verkoopt namelijk ook parapluutjes. En dan verkopen we die geel. En dan weten we of die sneller verkopen dan de rode parapluutjes. Ik zie ook een glijbaantje staan. En dat glijbaantje mag best wel 1,20 worden. Ja, ik vind dat best mag. Nou, twee achtbanen. Hier staat nog een railroad. Ik zie ook een carouselletje die een beetje verwaarloosd staat. Hier lijkt het net. Maar er gaan nu een hoop mensen in. Hopelijk komt dat het regent. Hij staat er echt helemaal, ja, een beetje verscholen. En de achtbaan eronder. Trouwens wel echt een hele gave achtbaan. Ziet er echt goed uit. Oh, een wilde muisachtbaan hebben we ook nog. We hebben niet eens het park helemaal gezien. En we zitten nu al in maart. Ik ga het spel sowieso even opslaan als Diamond Heights. Zo. Nou, er gaat een treintje hier zo. Er zitten ook niet zoveel mensen in. Maar hij gaat wel heel cute rond het park. Het is een hoop oppervlaktes. Een hoop bergen, hè, dit gebied. Dus het is sowieso wat lastiger om te bouwen. De boomstamattractie is ook wel een leuke. Die maakt misschien 360 iets duurder. We hoeven nog niks te lenen bij de gemeente. Ik ga sowieso kijken, hebben wij al wat geleend in het verleden van de gemeente? Dan moet ik even naar deze gaan. En dan naar die. En ik zie dat wij in de min staan. We hebben al 1 miljoen geleend. Dus ik zou dat eigenlijk kunnen terugbetalen. Maar ik zie dat ik al heel weinig geld heb. Dus ik moet sowieso dat geld gaan upgraden. En het park heeft een... Ja, dat is gratis. Oké, dus ik moet het doen met de attracties. Dat is de instelling van Rollercoaster Tycoon 2. Daar kunnen we niks aan doen. Ik ga nog wat frietkraampjes plaatsen. Een snoepkraampje sowieso, want volgens mij staat er sowieso nog helemaal... En er staan ook helemaal geen kraampjes. Er staat niet eens een snoepkraampje in het park. Gewoon, dat is heel vreemd, maar de makers hebben gewoon niet zoiets gehad van... We gaan even wat etenskraampjes neerzetten. Dus als daar problemen mee komen, als daar... negativiteit van komt, dan gaat de parkwaarde omlaag. Maar het gaat dit keer niet om de parkwaarde. Dat scheelt, hè? Even kijken. We gaan hem hier omhoog doen. Maar volgens mij grenst die niet helemaal aan het pad. Grenst die aan het pad? Die boom staat ervoor. Ik ga die boom verwijderen. Dat is die dennenboom. Ja, grenst wel aan het pad. Het leek net vanaf de achterkant of die niet grenst. En een frietshop, zo.
lekkere frietshop, kunnen we lekker frietjes halen wat we willen. En ik plaats nog wel een wc'tje. Ik heb het gevoel dat hier echt een kotsmijn is. Ik zet hem sowieso bij de hier. Ik zet gewoon 4 restrooms erin, die kunnen helemaal geen kwaad. En ik zie dat ik ook niet zoveel geld meer heb. Ik heb gewoon niet zoveel geld, 141 euro, om het zo te noemen, in euro's. Dat is gewoon niet heel veel, dat is heel weinig geld. Hoe gaan we dit upgraden? De achtbanen zijn al, ook begint het te regenen. Hebben mensen al een parapluutje gekocht? Want anders moet ik daar even de waarde uithalen. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan kopen. Of ze het echt gaan kopen, zo'n paraplu. Want 4,50 valt nog best mee hoor, geloof ik uit mijn hoofd. Hier ga ik wel bankjes plaatsen. Als mensen dan willen zitten, dan kan dat. En hier ga ik dan prullenbakjes plaatsen zo. Huppakee. Hier een beetje verspreiden. Ik zie al mensen met een geel... met een gele... paraplu. Maar nog geen rode, terwijl ik hier rode verkoop. Dit zijn echt rode parapluutjes. Wat vreemd. Wordt gewoon niet goed verkocht. Ik maak het een beetje donker. Jongens, die zon! Hou eens op, zon! Ik ga die zon verbergen, want ik word helemaal gek. Oh, here comes the sun. Du-du-du-du. Mijn kamer, jongens. Meisjes, mijn kamer die schijnt precies, hè, precies met elke keer die zon in mijn gezicht. En ik kan het niet aanpassen, want ja, die zon die gaat nooit weg. Gelukkig gaat hij niet weg. Even kijken, een boomstammetje. Dat is trouwens heel gaaf dat je begint eigenlijk met een keiharde daling van de splash. En die wordt gevolgd dat je naar binnen gaat. En dan ga je zo weer door een tunneltje. En dan ga je naar buiten en dan kom je weer aan bij het einde. Ja, ik vind het wel heel leuk gedaan. Hele leuke layout. De stoomtrein is een beetje simpel gedaan. Die gaat onder de ingang door eigenlijk. En die gaat zo helemaal langs het gebied. Nou, dat is wel heel leuk gedaan hoor, de makers op zich. En dan ga je hier, dan kom je hier aan bij het tweede station. Volgens mij zijn er 2 stations. En dan ga je door. Nog een station, er zijn dus 3 stations. En ik denk dat ik hem wel 2,50 maak. Omdat ik vind, ik weet niet of ik dat bij alle stations moet doen. Dan moet ik dat even controleren. 2,50. Oh, alles voor 2,50, mooi zo. De achtbaan. Ik vind dat ik wel nog even een mannetje moet aannemen. Dat kost natuurlijk wel wat geld, dus daar moeten we wel heel erg voorzichtig mee zijn. Maar hier ligt een hoop kots. Ik ga nog gewoon een keer een wc'tje aannemen hoor. Ik vind het goed. Ik heb niet veel geld, maar we moeten het gewoon een beetje oppikken, hè. We moeten het park een beetje goed onderhouden. En meer mensen lokken. En sowieso, er gaat echt niemand in die stoomtrein. Sowieso maak ik hem dan 2 euro. En we kunnen... Ja, ik sta al keihard in de min, dus ik moet waarschijnlijk gaan lenen. Maar dat hoop ik ook weer niet. Want ja, lenen is altijd een toestand, hè. Ik hoop dat die parapluutjes, ik ga ze gewoon iets goedkoper maken. Ik maak ze gewoon 4 euro, 4 dollar. En dan moet het eigenlijk gewoon weer keihard gaan regenen. Ik zie dat het zonnetje schijnt, het is april. En we kunnen nog niet echt beginnen aan een attractie, weet je. Het is altijd wel fijn als we een attractie kunnen maken. Maar ik ben nog gewoon niet in staat om iets te kunnen kopen. Want het is gewoon allemaal heel duur. En wat voor attracties zouden we kunnen kopen? Misschien het schommelschip, denk ik wel. Die is $387. Dat is best wel goedkoop. Maar ik ga wachten tot ik het genoeg geld heb. En anders moeten we gewoon wat lenen. Ik denk dat we gewoon wat gaan lenen. Want anders schiet het niet op. Zo, ik ga gewoon even dit openen zo. En dan lenen we gewoon even $1000. Dat is best wel, dat is wel veel, hè, natuurlijk. Nou, dan gaan we naar de trailrides. En dan plaats ik eventjes op een hele logische locatie. Plaats ik even dit schommelschip. Misschien dat we hem hier kunnen plaatsen op het water. Ik denk dat dit wel heel gaaf is. En ik denk dat het er wel leuk uitziet. Nou, dat pad dat gaan we natuurlijk over het water maken. Dat is, hebben we geen keus. Dus ik denk dat ik die ook naar die kant laat gaan als dit mogelijk is. Is dit mogelijk? Ja, zeker weten. En dan maken we dit pad vast aan de buitenkant. Er staan ook mensen te kijken langs de zijkant hoe ik aan het bouwen ben. Of dat er een nieuwe attractie wordt gebouwd. Ik geloof als je op ze kan klikken. Watching Arachphobia. Oh, dat is deze achtbaan. Dat is die rode achtbaan, geloof ik. Dat is dus niet... Nee, hij kijkt dus naar de achtbaan. Hij keek gewoon niet hoe ik dit bouwde. Dat interesseerde me gewoon helemaal geen reet. Ik maak hem 2 euro, 2 dollar. Ik noem het gewoon mijn euro hoor. En ik open de attractie. Ik ga wel de standaard kleuren veranderen, want die zijn altijd rood met wit. En ik maak hem nu gewoon dus even echt een piratenkleur. Dus lekker van hout. En dan die andere kleur ook een lekkere houtkleur. Zo hoort een piraten achtbaan, of een achtbaan, het is geen piratenachtbaan. Zo hoort die te zijn, vind ik. En zwarte ondersteuning. Ja. Nou, er komen gelijk mensen, komen al gelijk. Ik noem hem ook, hoe zal ik hem noemen? Piratenscheep. Geen schip, maar scheep. Ik noem hem piratenscheep.
Ja, dat vind ik een leuke naam. Ik vind sowieso de naam ook. Moet je kijken. Snake River Falls. Zo heet deze attractie, die boomstam. En dan kijken we naar de loopings. Dat heet de agorofobia en de claustrofobia. Nou, dat klinkt allemaal best wel liguber. Maar die achtbaan die scoort volgens mij wel het meeste geld. En ik denk als ik die ga verwijderen, dat de parkwaarde sowieso niet hoog wordt. Dus ik mag sowieso die achtbaan niet verwijderen. Ik moet juist bijbouwen. Ik ga eens kijken hoe ik kan kijken, hoe ik de parkwaarde kan vinden. Want volgens mij kan ik dat wel ergens hier vinden. Gast in park, park rating, dat moeten we niet hebben. We hebben 19 attracties en 13 stafleden. Kan ik het ergens vinden, zo'n waarde van zo'n park? Het zal toch wel ergens? Even kijken, volgens mij hier gewoon bij de research. Kan ik gewoon kijken. Research loan interest. Ja, ik weet niet of ik daar het geld mee krijg. Ik weet niet of dit de parkwaarde is. Park value, 133.000. En we moeten de 200.000 halen aan het eind van het jaar 3 van oktober. Dus hebben we eigenlijk gewoon 3 uur de tijd om dit level te voltooien. Nou, en ik zie al dat we staan nu 134.000. We zijn best wel positief op weg, want we moeten eigenlijk gewoon nog 46, of zeg ik het goed? Nee, we moeten nog 66.000. Ja. En dan als we 66.000 euro hebben erbij, dan hebben wij het gehaald. Ik zie dat hier een attractie kapot is. Het is een van de achtbanen waar ik het net over had. En die moet, als de wielen weer worden gemont, die moeten echt helemaal netjes worden gemaakt. Ik ga ook een monteur aannemen. Of een monteur, een bewaker. Want een bewaker hoort ook thuis hier zo. Die hoort het park natuurlijk in de gaten te houden. Als er van die rotschooiers zijn die alles kapot willen maken. En alles willen verzieken. Want die zijn er ook natuurlijk genoeg. En ik ga hier dan gewoon even een lekker drinkautomaatje maken. Want die hebben wij nieuw gekregen van het Research Lab. Ja, het drinken kan je dus nu ook in een park. Ik denk sowieso dat ik nog zo'n drinkraampje ergens ga plaatsen. Want ik ben altijd bang dat mensen gaan ouwe hoeren van... Er is geen plek om een voor een kraampje. Of er is iets van... We hebben geen drankkraampje of zo. We kunnen nergens wat kopen. Dat heb je altijd. En misschien ook een frietkraampje erbij. Zo, huppakee. En dan plaatsen we ook weer gewoon wat bankjes. We gaan gewoon zo op die manier... Gaan we de parkwaarde wat omhoog brengen. In plaats van... In plaats van heel veel bouwen van attracties. Dat komt dadelijk wel. Als we het geld hebben verdiend, dan komt dat allemaal goed. Zo. Want ik moet natuurlijk ook al die mensen... Maar kijk, die hele achtbaan zit vol. En helaas maar één, omdat die andere kapot was. Maar volgens mij gaat deze wel behoorlijk wat geld opleveren. Want die heeft nu al bijna 2,9 miljoen, bijna 3 miljoen. Of 3.000 opgebracht. Ik mag geen 3 miljoen zeggen, want dat zijn 9 nullen natuurlijk. Of 6 nullen, sorry. Dus dat klopt niet. Nee. Maar goed, ik vind het fijn dat er sowieso al attracties staan natuurlijk. Dat bespaart mij de moeite om weer attracties te bouwen. Ja, ik moet sowieso attracties bouwen. Maar we hebben het schommelschip, dat is het allereerste. En we hebben nog 1000 euro om iets te bouwen. Misschien dat ik de bootjes ga doen, omdat er een heel groot meer is. En misschien dat we dat dan in een parcours doen. Dus ik denk dat ik de botsbootjes doe. Dat is wel echt een hele leuke namelijk. Het land verhogen kost heel veel geld. Maar het is wel leuk dat je als je vrijblijvend... Ja, dit hele meer heb je eigenlijk. Dat zou wel gaaf zijn, denk ik. Maar ja, dan heb je gezegd dat mensen daar niet meer terugkomen. Wat een gezeur, mensen. Wat een gezeur. Ik denk dat dit goedkoper is dan... Nou, weet je wat? We doen het gewoon zo. Weet je wat? Kijk, we doen gewoon dit. En we laten de mensen vrij varen. Over het hele meer. Ja, ik ben natuurlijk benieuwd. We moeten dat waarschijnlijk gaan afzetten. Want kijk hoe ver ze kunnen komen. Ze kunnen helemaal daar. Nou, daar houdt het op. Je kan op zich hierheen. Dus dan gaan we dit gewoon dichtgooien. Dan kunnen mensen sowieso niet meer met hun bootje naar het tweede stuk eiland. Of het tweede stuk watergebied. Zo. Kijk eens. Ziet er niet mooi uit, maar het lijkt nog op een dam. Dan kan je niet naar dit stuk. Ik ga nu een soort van pad maken natuurlijk. Dat mensen gewoon lekker de attractie in kunnen. Zo, even terug, zo. En ik ga hem zo'n beetje zigzaggend maken, want ik denk dat er best wel aardig wat mensen gaan komen voor die attractie. En dan ga ik deze gewoon als dit maken, zo. Huppakee. Zo doen wij dat. Ik denk dat dit zelfs nog groter gaan maken, dus dat we nog een beetje langer kunnen maken het station. Zo. Hoe langer het station, hoe meer botsboten natuurlijk, hè. Dat is het punt. En de bumperboten, we hebben de 12 van de 12. En die bumperboots maken we gewoon een leuke blauwe kleur met een witte binnenkant.
Dat ga ik niet goed zien. Ik denk een beetje donker. Ja, dat vind ik leuk. Blauwe, van die, kunnen we donkerblauw doen? Donkerblauw nog beter. Ja. Boothaaien mode. En we maken hem, ik denk gewoon 1,50. Ik bedoel, een bootje huren. Je mag overal naartoe wat je wil. En we gaan kijken of de mensen ook daar naartoe gaan. Want dat is altijd spannend. En er komt iemand. Ja, en hij heet Frits. Ik weet gewoon dat hij Frits heet. Anders maken we gewoon Frits. Huppakee, dat is Frits. En Frits is blij. En Frits betaalt hier voor de bumperboot. Hij wacht op een maatje. Want ze kunnen niet met drie mensen. Of met één mens. Eén persoon kan er niet in. Dus er moeten altijd twee mensen komen. En dan gaan ze. Oh, ze gaan gelijk naar de achtbaan. Leuk, ze gaan gelijk onder de... Oh, wacht, hij door. Ik weet niet waar ze naartoe gaan. Jeetje. Helemaal hectisch. Helemaal los gaan ze. Helemaal los. Ik ben benieuwd of ze terugkomen. Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Leg ik kots wat ik ga opruimen. We hebben nog steeds 1000. Dat is positief. Ze gaan helemaal onder de attractie door, joh. Grappig. Nou, er komen meer mensen. De attractie niet zo... Ja, niet zo gehyped als natuurlijk de andere attracties. Ik... Ja, dit is allemaal land. Kijk, dit is het hele veld is hier natuurlijk. Ik vind, hier kunnen we ook nog wat bouwen. Een achtbaan. Maar ik heb hier gewoon geen geld voor. Ik weet niet, hoe duur zou een achtbaan kopen? Kosten. Koop, hoe zou een achtbaan kopen? We hebben eigenlijk alle drie de achtbaansoorten. Behalve deze. Die World Mine draait. Oh, die staat er ook in natuurlijk. Dus we hebben eigenlijk alle attracties, alle achtbanen gebruikt in het park. We hebben deze. Maar die kost 3000. Dat is best wel een hoop. Aangezien we maar... 1500 hebben, dus ik kan hem gewoon niet bouwen helaas. Hier ligt trouwens echt behoorlijk veel kots. Alsof er gewoon een keiharde party hier is geweest van mensen. Ik ga gewoon hier wat wc's plaatsen, want dit is gewoon niet gezond. Ik snap niet waar ze misselijk van worden. En hier ligt ook kots. Dus wat nou het handige is, kijk, als je dit naar beneden haalt, en dit ook, dan kan je een Main Street idee maken. Ik zal het laten zien aan jullie. Als je hier nou een wc'tje pakt, even kijken. Wc'tje. En die plaats je hier. Oh, ze zijn al prullenbak aan het slopen, die vieze apen. Wat een hectische ervaring dat ze nu al de prullenbakken slopen. Dit betekent dat ik gewoon nog een bewaker ga aannemen, want dit is gewoon niet normaal. Doe je sloopt toch geen prullenbak in een pretpark? Ik heb dat serieus nog nooit gedaan in een pretpark en dat zal ik ook nooit doen ook. Dat is gewoon heel, heel bezopen. Misschien waren het ook mensen die aan het drinken zijn, maar ik weet ook die... Je kan nooit zien aan de mensen, de personen die je park bezoeken, of het kinderen zijn, of volwassenen, of opa of oma. Het zijn misschien allemaal kinderen. Je weet het niet. Ik heb Rollercoaster 3 als natuurlijk het positieve, dat je zeg maar verschil zag. Dat je een gezinnetje zag, of een stelletje of zo. Dat je altijd wel jong en oud zag lopen. En dat is trouwens ook verslaafd aan Rollercoaster. Dat het gewoon echt het beste pretparkspel is van de wereld, vind ik zelf. En qua simulatie zit dan natuurlijk mijn favoriet No Limits. Maar ja, dat zijn gewoon dingetjes dat ik denk van ja, dat zijn toch echt leuke dingen waar ze hebben aangepakt. En ze hebben het zo positief aangepakt, Atari. Dat is gewoon fantastisch. We zitten in mei. Het gaat op zich wel redelijk. We zijn nu in de 2000 en we verdienen... De park value staat er trouwens bij, dat wist ik niet. 150.000. We hebben dus nog 50.000 nodig om dus... het niveau te halen. Nou, we zitten in mei. Ik bedoel, dat is nog vrij in het begin van het park. We gaan dus zoveel mogelijk bouwen en zoveel mogelijk verdienen van geld. En de botsbootjes, wat zijn ze aan het doen? Ik hoop niet dat er negatieve reacties komen van deze attractie. I want to go on something more thrilling than bumper boats. Ze willen dus iets spannender dan die botsautootjes. Maar wat verwacht je? Dat die botsautootjes aanvoelen als een achtbaan? Dat je over de kop slingert? Nee, het is een familieattractie. Wees blij dat het er is. Ik bedoel, ja, bijvoorbeeld in parken zoals Duinrel en zo, daar kan je wel van die bootjes erin gaan. Maar op zich, het is uniek dat je zo groot meer hebt. Moet je kijken, ze gaan ook helemaal niet ver. Vind je het gek dat je het niet spannend vindt? Je moet het spannend voor jezelf maken. Je moet tegen die kant aan botsen. Je moet bijna bij die attractie komen. Je moet mensen een high five kunnen geven in de boomstamattractie via die botsboot. Kijk, dat is het spannend. Maar niet op deze manier. Nou, ik zie dat deze attractie helemaal vol staat. Dus ik durf hem eigenlijk 4 euro te maken. En ik vind ook dat ik televisieschermpjes moet maken hier. Want dat maakt mensen, houdt ze bezig, hè. Maar deze gaat vrij goed, vind ik. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze Rollercoaster aflevering. Vergeet geen like te geven voor deze video en vergeet niet te abonneren in de midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 1. Doei doei!